mensen, zoals jullie misschien wel gemerkt hebben, heb ik een beetje pauze genomen. Want het ging niet goed met het renderen. Het lukte gewoon niet om op tijd af te krijgen. En nou, nu gaat het weer helemaal goed komen. Nu ik deze extra tijd heb. Ik heb ook een leuk extraatje, want ik heb een nieuw spel uitgekozen waar een serie van gaat komen, omdat ik dacht dat het bijna klaar was met Witch's House, omdat die puzzel uit deel 7, 8 zo gigantisch moeilijk was. Maar het blijkt dus dat er nog heel veel gaat komen, dus dat komt voorlopig nog niet. Maar die heb ik al wel uitgekozen en heb ik er al van opgenomen, dus daar laat ik zo meteen jullie de trailer van zien. Half-Life gaat goed, er is niets meer aan de hand. We hebben nog een paar afleveringen van liggen. En als het op is, dan maakt het er zo weer 3-4 bij. Want dat is zo'n in één keer middag weer opnemen. Wolig iets lastiger, want dat moet ik doen samen met Elwin en soms met Niels en Martijn. En dat gaat niet altijd. Plus, mijn computer kan dat gewoon niet aan, omdat het een massive multiplayer is. Het is gewoon zo druk dat mijn computer dat niet heel fijn vindt. En dan lekt het verschrikkelijk. En ik ben benieuwd of we hier wel mee doorgaan. Wat ik nog als achter de hand heb is Google Hangout. Daar kun je gewoon mee direct streamen op YouTube. En dat zou dus betekenen dat ik gewoon ook veel langer kan doen als dat het nu al doen. En wat wel is, tot nu toe heb ik daar nog geen kwaliteit van gezien. Dus ik hoop dat dat wel is. Als dat zo zou zijn, dan zouden we zelfs ICC kunnen doen. Nou, dan laat ik jullie nu de trailer zien. Dit ga ik dus spelen naar de Witch's House.